Joke Benils, tof dat je kijkt naar deze nieuwe video. En in deze video gaan we naar het Oud en Nieuw Feest in de Efteling. Ja, zoals ik al zei, we zijn vanavond in de Efteling voor het Oud en Nieuw Feest van 2022 op 2023. En ik moet zeggen, tot nu toe ging het een beetje stroef. We hebben er ongeveer een half uur over gedaan om binnen te komen. Het was gewoon heel erg druk. En de poorten openden om 7 uur en die zijn tot 1 uur vannacht geopend. Net zoals alle attracties. Er zijn allerlei showtjes vanavond. Om 11 uur begint er een groot Oud en Nieuw spektakel rondom de Siervijver. En daar zal hopelijk ook een vuurwerkshow zijn. Op dit moment is dat nog niet helemaal duidelijk, want ja, je hoort het ook wel, er staat heel veel wind. Ja, en dat is gewoon niet goed. Heel veel vuurwerkshows in Nederland zijn afgezegd. Laten we hopen dat deze wel doorgaat. Op het moment dat je binnenkomt, krijg je een tasje en een gratis oliebol. Dat is natuurlijk wel heel leuk. En in dat tasje, ja wacht even, er zijn twee tasjes. Een rode en een zilveren. Kijk, oh, daar is de zilveren. In de zilveren zit bubbels met alcohol. En in de rode zit bubbels zonder alcohol. Ik ben vanavond de Bob. Ja, daar is de andere. Ja, ik ben vanavond de Bob, dus ik mag helaas niet drinken. Dus ik heb er eentje voor de kinderen. Alcohol, nee, geen alcohol. Bubbels zonder alcohol. Zoals ik al zei, allemaal entertainment vanavond. Zo zijn Harmony van 3, die zijn ook bij de ingang aanwezig. Ook Zang en Gelukkig is aanwezig. Er zijn extra shows van Ravelijn. Pardoes is natuurlijk ook van de partij. En zoals ik al zei, om 11 uur bij de Siervijver is er een groot Oud en Nieuw spektakel. We gaan het allemaal meemaken, we gaan het allemaal zien. Dus ik zou zeggen, laten we gauw beginnen. Nou, we zijn ondertussen in het Fantasierijk geweest en daar was eigenlijk niks nieuws ten opzichte van een gewoon dagje Efteling. En we lopen nu hier in het Sprookjesbos en ook daar is eigenlijk niks anders. Er is geen entertainment hier, ook in het Fantasierijk was geen entertainment. Ja, bij de ingang, daar was dan wel wat entertainment. Straks gaan we eventjes door naar de Warme Winterweide, daar schijnt wel entertainment te zijn. Al is dat eigenlijk gewoon hetzelfde entertainment wat er overdag ook is. En ik vraag me af hoe vaak ik nog zo'n woord entertainment ga zeggen. Ik ben hier momenteel op de Warme Winterweide en ik heb net een Loaded Fries Circle op bij de Smulpaap. Ja, ik had het er eerder ook al over. Ik heb hem op. Was oké. Okay. Ik zal hem niet nog een keer nemen. Nee, het was een beetje een gekke combinatie. Goed, maakt niet uit. We zijn hier op de Warme Winterweide en daar is het wel heel gezellig. Het is hier best wel druk en het is echt wel een lekker sfeertje. Kampvuur staan aan, lichtjes staan aan en ik sta hier nu naast het podium. Ja, hier komt zometeen Zang en Gelukkig optreden. Dat is de eerste act die wij vandaag gaan zien hier bij het Oud en Nieuw Feest in de Efteling. Er zijn er nog veel meer, daar gaan we zometeen ook naartoe. Maar eerst Zang en Gelukkig. Het Oud en Nieuw Feest wordt sinds 2011 gehouden in de Efteling en sindsdien is het bijna elk jaar gedaan. Alleen in de coronatijd 2020 en 2021 werd het uiteraard niet gehouden, want ja, toen mocht het gewoon weg niet. Dit jaar is het er wel weer en de entree was 50 euro per persoon.
vind ik vrij veel voor wat ik tot nu toe gezien heb. Maar we zijn natuurlijk nog niet eens op de helft van het park. Op dit moment sta ik op het Reizenrijkplein. Hier staat een heel groot scherm. Daar zijn ze aan het aftellen naar 12 uur. En ik zie in de verte al, ik kijk eventjes, zie ik al wat lasers. Dus daar bij de Sea Viper, daar gaat het allemaal gebeuren. Dus laten we daar maar even gaan kijken. Ja, dat waren de Efteling muzikanten. Ook weer een standaard act hier in de Efteling die je eigenlijk altijd wel kan zien. Niks bijzonders aan. We gaan nu naar het volgende plein op het andere rijk. Daar zijn de Harmonie van 3. Eens kijken of het daar nog een beetje leuk is. Op dit moment zijn we in het Anderrijk en ik wil toch wel eventjes een kritische noot geven, want er is wel heel veel horeca dicht. En dat vind ik toch jammer. De grote horecapunten zijn wel open, maar alle kleine horecapuntjes die zijn gewoon dicht. En naast dat zijn er ook nog aardig wat vreugdevuren die ook gewoon niet aanstaan. En dat terwijl het park echt uitpuilt van de mensen. Het is echt mega druk. Wachtrijen van 40, 45, soms 55 minuten bij heel veel attracties. Dus ja, waarom is dat dicht? Wat is daar de reden van? Het is nu gewoon heel druk. Nu moet je knallen. En ik heb niet het idee dat dat echt gebeurt. Nou goed, oké, we zijn hier nu in het Anderrijk en nu gaan we kijken naar de Harmonie van 3. Een van de 4 entertainment acts die ze vanavond hebben, want ja, ook dat vind ik niet heel erg veel. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het eigenlijk best naar mijn zin gehad heb bij de Harmonie van 3. Niet de Harmonie van 3, nee, dat is alleen in de zomer. Nu is het de Harmonie van 3. En ja, die gasten die weten toch wel hoe ze een showtje moeten neerzetten hoor. Ja, uiteindelijk had mijn vriendin ook nog een rolletje in de show van de Harmonie van 3. Ja, dat was best lachen. Oké, we hebben nu al het entertainment gezien wat er te doen was met Oud en Nieuw. Dat is natuurlijk niet helemaal waar, want nu gaan we naar het grote Oud en Nieuw feest hier in de Efteling. Ja, het feest is hier echt losgebarsten hier bij de Sea Viper. Er is nu live entertainment, er wordt gezongen, er is een DJ. Heel gezellig hier. We gaan een rondje lopen rondom de vijver om te zien wat er nog meer te doen is. Want er zijn nog meer podia's hier rondom de Sea Viper. En om 12 uur is hier de vuurwerkshow. Ja, het feest is nu echt losgebarsten hier rondom de Sea Viper. Dit is de plek waar dat allemaal gebeurt. Het grote Oud en Nieuw feest van de Efteling. Het begon een beetje lafjes, maar nu is het wel echt een feestje. Er zijn verschillende podia's waar dat allemaal verschillende acts opgevoerd worden. En ja, er is live muziek, er wordt gezongen, er zijn DJ's. Het is heel erg druk rondom de Sea Viper. Er zijn lasers, heel veel lampen. Het ziet er wel heel tof uit en het is echt een heel vet sfeertje. We zijn aan het aftellen, want het is bijna 12 uur en dan komt natuurlijk de grote vuurwerkshow. Maar dan is het nog niet afgelopen, want dit gaat gewoon tot 1 uur 's nachts door.
was de grote eindshow hier in de Efteling. Het vuurwerk is de lucht ingegaan. Gelukkig maar, want dat was niet helemaal zeker. Wij gaan hier nog even een feestje bouwen en ik zie je zo meteen weer terug. Terwijl het Oud en Nieuw feest hier achter me nog lekker doorgaat, gaan wij terug naar het Fantasierijk, want daar is natuurlijk nog een Aquanura show. Dat is de afsluiter van de avond, een echte Tiesto Nura. Het is voor mij al heel lang geleden dat ik die voor het laatst gezien heb, dus ja, die wil ik nog wel even meepakken. En zo komt het Oud en Nieuw feest in de Efteling tot een einde en ik moet heel eerlijk zeggen dat ik een beetje gemengde gevoelens heb over vanavond. Er waren heel veel dingen goed, maar er waren ook heel veel dingen gewoon niet goed. Zo was er heel veel horeca gesloten, waren er heel veel kampvuren niet aan en was het entertainment wat aangeboden werd tot 11 uur eigenlijk niks anders dan wat je normaal in de Efteling vindt. En dat is eigenlijk best jammer. Ja, dat gezegd hebbende had ik ook een beetje mijn twijfels over de locatie bij de Seavijver. Het was gewoon echt heel erg druk en eigenlijk in mijn beleving veel te druk. Er pasten gewoon niet zoveel mensen op de pleinen en op de paden eromheen. Normaal gesproken in het verleden werd het altijd opgesplitst naar de Aquanura vijver hier achter mij en de Seavijver. Dat was nu niet het geval, nu gebeurde alles bij de Seavijver. En of dat nou een goede keuze geweest is, ja, dat weet ik niet. Maar al met al dat gezegd hebbende, ik ben misschien wat negatief over vanavond, maar ik heb het wel ontzettend naar mijn zin gehad. Vanaf 11 uur toen die DJ's gingen draaien was het gewoon super gezellig. En in mijn beleving hadden die al eerder aan de gang moeten gaan, want toen kwam de sfeer er pas echt goed in. Maar goed, wat ik zeg, al met al een prima avond gehad hier in de Efteling met het Oud en Nieuw feest. En ja, ook wel een hele mooie vuurwerkshow gehad, dus dat is natuurlijk wel heel erg lekker. En blij dat hij doorgegaan is, want er zijn heel veel shows in Nederland die het niet gehaald hebben. Vond jij dit nou een toffe video? Geef dan even een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal, want ook dit jaar gaan we gewoon keihard knallen met heel veel nieuwe video's. Bedankt voor het kijken. Ik ben wel benieuwd of jij hier geweest bent. Laat het even weten in de reacties. Bedankt voor het kijken. Nog een gelukkig nieuwjaar.